de wereld en blaas ik al mijn slaapzand over alle kindjes heen. Mijn taak is pas volbracht als iemand slaapt en lacht. Ik ben Klaas Vaak en de musical heet Klaas Vaak. En in deze musical kom ik er opeens achter dat de kinderen heel gek aan dromen zijn. En dan wil ik weten waarom. En daar gaan we dan op onderzoek uit. Het is natuurlijk fantastisch om met de musical Klaas Vaak, hè, Klaas Vaak in België te zijn. In de nacht, in de nacht, dan vlieg ik over de wereld. Dan ga ik met vroeg op bezoek bij iedereen. In de nacht, in de nacht, in het licht van maan en sterren. Blaas ik al mijn slaapzand over alle kindjes heen. Klaas Vaak is, het is een beetje hetzelfde als de Zandman. Maar dan wel ene die op een uil vliegt. Dat is een mens die zand in jouw ogen strooit. En als je wakker wordt, dan heb je zo prut in je ogen. En dan heb je goede dromen gehad, hè? Ja. Ik ga naar grootmoeder Koekje springen in het bos, in het bos. Ik ga naar grootmoeder Koekje springen in het bos. Kijk, dat huisje. De dakpannen zijn van pannenkoeken. Ik zie lollies, spekjes en chocola. Wel, ik vond het echt een heel, heel mooie musical. Met heel mooie kostuums vooral ook. Mooie stemmen, zeker en vast. De personages werden heel mooi weergegeven. Zoals de heks ook. Die kon prachtig zingen. Nog even en Klaas Vaak is beet genomen. Nog even en de nacht is Klaas Vaak vrij. Nog even en geen kind dat nog wil dromen. Nog even en dat zandkasteel is van mij. De Efteling is altijd een sprookje en nu weer al. Het was allemaal top. Het was zo allemaal af. Die kostuums waren zo mooi. Alles is tot in de puntjes verzorgd. En dat is wel heel fijn om naar te kijken. Je stapt echt mee in het sprookje. Het is geweldig. Leuk! De musical is grappig, leuk. En ik vond enkele stukjes een beetje eng. Zoals al dat rook dat naar ik en mijn mama kwam. Een heel leuk verhaal, echt voor kinderen gemaakt. Heel inspirerend. En de kindjes die ook mogen deelnemen, dat is natuurlijk fantastisch. Ik ben een zandkaboutertje geweest. Het was fijn om als opa mijn kleinkind als zandkabouter erin te zien. Maar ik vond heel de musical heel mooi gedaan, betoverend. Ja, ik heb er zelf ook nog van genoten. Heel mooi, heel ontroerend, heel de kostuums prachtig. En ja, op het einde, de Klaas Vaak op de Nijl, dat was echt wonderlijk. Op maat van de kinderen, heel fantasierijk en volledig Efteling. Slaap zacht in de nacht.